Welkom beste kijkers bij deze 34e aflevering van Sassendonk TV. We nemen een kikkie bij de traditionele sleuteloverdracht van Sassendonk. Als je goed kijkt, kan je het zien. Goedendag, hallo. Hoi. Ja, dank hè. Oh ja, je mag zo bij mij. Nee, het zijn burgemeester, wethouders, prinsen, prinsessen, adjudanten en Sassendonkers. Wij, prins Kille de Eerste, kijk u aan. Prins der Eileuvers, stadsprins van Sassendonk, groeten u, alaaf. Op 25 juni 2015 besloot het vorstendom van carnavalsvereniging de Eileuvers ons te vragen als prins van dit carnavalsseizoen. Een betere keuze hadden ze niet kunnen maken. Ten eerste, het wordt een culinair seizoen. Het vorstendom had een vooruitziende blik. Immers, de Gleuvenspoepers zouden prins Kokkie de eerste krijgen. De Oelebappers hun prominent, Johnny en Therese Boer. De Tonnenschotters kregen prinses Henrike van de slagerij van de Jumbo. En de Eileuvers en de stad kregen prins Kille de Eerste horecaman. Ten tweede, het vorstendom wilde vernieuwing, creativiteit en spanning. De vernieuwingen staan hier naast me. Twee vrouwelijke adjudanten, genaamd de oren en de neus. De creativiteit hebben wij inmiddels bij vele verenigingen en bezoekers laten zien. Wij gingen dwars liggen op de vloer bij Nette Emanders. We deelden wortels uit voor mooie ogen bij de Knienebelters. We zongen met een buikspreekpop het Friese volkslied voor carnavalsprins in Sneek en we bedachten de kin. Nee, we moeten eerlijk zijn. Die eer komt ons PR-team onder aanvoering van Gerrit-Jan van Klompenburg. Ja, ja. Tja, en dan de spanning. Zou deze prins zich gedragen? Dit enfant terrible, zoals sommige vorsten het noemden. Wij denken dat het wel meevalt. Wij proberen met man en macht onze adjudanten in het gereel te houden. Wij respecteren de verenigingen, de Eileuvers en het protocol. Toch moeten wij nu kennis geven van een kleine inbreuk op het Eileuvers-protocol. Wij mogen slechts en alleen de onderscheidingen dragen die wij dit seizoen hebben gekregen. Toch dragen wij prinselijk ongehoorzaam op al 10 weken de prinsenmedaille van Vorst Jono de Eerste. Eergisteren bereikte mij een kaart van Ellie, zijn partner, van vroeger. Lieve Frins, ik weet Jono Josnorp
super trots geweest zou zijn en hij u van bovenaf stimuleert en gaat staat. Keep smiling was zijn motto, juist bij zijn begrafenis. Wat ook gebeurt, altijd blijven lachen. Het leven is te mooi om bij de pakken neer te zitten. In zijn gedachten hebben wij onszelf de smiley opgesteld. Jos. Zoals wij reeds bij onze inauguratie benoemden, wordt het verkrijgen van dit ambt door regeringen in de wereld, door koningshuizen in Europa, maar zelfs door dictatoriale regimes gezien als een van de meest eervolle benoemingen all over the world. Eigenlijk wordt het ambt van stadsdienst van Sassendonk door velen gelijkgesteld aan het verkrijgen van de Nobelprijs van de Vrede. Ik ben dan ook verheugd te mogen treden in de voetsporen van onder andere Moeder Teresa, Barack Obama, Theodore Roosevelt en Desmond Tutu. De toevoeging van mijn naam aan deze eregalerij stemt mij emotioneel. Om reeds op zo'n jonge leeftijd een dergelijk ambt te mogen vervullen en te verwerven, is het volmaking van een droom. Alaaf. Vandaag ontvangen wij de sleutel van de stad. De sleutel, de burgemeester gebruikt het ook wel, tot meer. Meer vrijheid, meer economie, meer carnaval, meer eten, meer asbest. Wij moeten uitkijken wat wij zeggen. Wij kennen iemand die riep, willen jullie meer of minder? En die wordt nu vervolgd. Allah. Met diep eerbied, trots en vol overtuiging hebben wij de nominatie van de prinsdom aanvaard van de Carnavalsvereniging Eilurgers en als stadsprins van Sassendonk. En met net zoveel trots aanvaarden wij de sleutel van deze stad. College, u bent vrij. Neem een paar snipperdagen. Uw stad is in goede handen. Wij zullen op vele bereidsterreinen ons laten steunen door andere prinsen en prinsessen. Prins William van de Oelewappers zal assisteren bij groen en milieu. Prins Bike van de Deurzakkers helpt bij verkeer en toerisme. Prinses Henriette van de Tonsotters zal het beleid in zaken gezondheid en voedsel vormgeven. Prins Christel van de Knielenbelvers is voor het dierenwelzijn en financiën en economie. Prins Kokkie van de Gleubsproevers stelt zich op de posterijen en bejaardenzorg. Prinses Diana zorgt voor een natje en een droogje. Prinses Ster van de Wezenloze regelt de zorg. En prins Willem van Net Eemanders ligt dwars voor de sport. Prins Fluit van de Aanmakkers controleert. En wij zijn all over en doen cultuur en evenementen. Tenzij, terwijl wij deze sleutel in ontvangst nemen, realiseren wij ons dat dit een pittige taak met een enorme verantwoordelijkheid zal zijn. Op zo'n moment bedenken wij, net als prinses Juliana bij haar inauguratie in 1948, deze taak zo zwaar dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar kan zeggen, wie ben ik dat ik dit doen mag. Buig ik in bescheidenheid ons hoofd en denken, maar wie anders dan? Ook Beatrix staat in ons geheugen gegrift en is ons ter voorbeeld. Zij zei in 1980 bij haar inauguratie, dit ambt is niet verworven. Het is een functie waar geen mens om vraagt. Toch sta ik hier, onwetend van hetgeen mij te wachten staat. Stel ik mijn prinselijke aspiraties ten dienste van het carnaval en Sassendonk. Alaaf. Wij zweren dat wij het gedachtegoed van het Sassendonkse carnaval tijdens onze regeerperiode met hart en ziel zullen verdedigen. En nu zullen voortgaan in een geweldig carnaval. Maar ook na dit carnaval volgen er vele jaren. Toch merken we dat een carnaval zowel in het zuiden als in het oosten onder druk komt te staan. Waar bezoekersaantallen, verjonging en vernieuwing. We zullen meer en meer in de toekomst de krachten van alle verenigingen in Sassendonk moeten verenigen, om te kijken hoe wij in de toekomst een hoogwaardig en een geweldig carnaval kunnen blijven vieren. Net als prins Kinne twee vrouwelijke adjudanten heeft, voor het eerst in de geschiedenis, de United States of America een zwarte president heeft gehad de afgelopen 7 jaar, en wellicht de eerste vrouwelijke president gaat krijgen, is het wellicht tijd voor een prinses van Sassendonk. En
heren aan mijn rechterzijde. En misschien zelfs in de toekomst een gezamenlijke prins of prinses met andere verenigingen. Met respect voor oude waarden en normen, maar ook met een blik op de toekomst, roepen wij op tot emancipatie. Allah. Wij danken burgemeester en wethouders voor hun inspanningen tot nu toe. Dank voor het pad dat u voor ons geplaveid hebt en waar wij op voort kunnen borduren. Maar een paar zaken moeten wij toch benoemen. En dat verwacht u ook van ons. Wij hebben gelukkig als maatje een zeer intelligente hond. Cockerspaniel Wibble aan onze zijde. Zij is gespecialiseerd in het opsporen van asbest. Zodat het debakel van het afgelopen jaar nooit weer hoeft te gebeuren. Zij was de voordeur niet eens binnengestapt aan de zeevalletjes. Dat was reeds op 20 meter afstand gaan blaffen. Geachte heer Meijer, wij zullen met verve uw beleid verdedigen ten aanzien van de Trailer Trash Travelers. Maar na 4 dagen dragen we het stokje weer over aan u. U bent een moedig mens. Eerst ontzegt u hun eigen honk. Daarna drijft u ze samen in een steegje. En dan voert u een stevig ontmoedigingsbeleid. De eerste klap is een daalder waard. U hebt de smaak te pakken, lazenwij. Vanwege dit eclatante succes hebt u de benoeming aanvaard van coördinator voor heel Nederland, voor alle burgemeesters ten aanzien van alle motorclubs. Prins Kinnen. Prins Kinnen biedt u voor de ondersteuning van deze moedige taak alvast de juiste outfit. Orde. René de Heer, enige tijd geleden kruisten wij in de media de dekens voor ons idee het parkeren in Zwolle gratis te maken. In Steenwijk onder andere is dit in praktijk gebracht met verbluffende resultaten voor horeca, binnenstad en economie. Daartegenover, als tarig en eigenwijs, heeft Zwolle aangekondigd de parkeertarieven opnieuw te verhogen. Wij maken met u een rare vergelijking. De Berlijnse muur werd krampachtig intact gehouden, terwijl duidelijk was dat het geen houdbare kaart meer was. Ronald Reagan riep in zijn speech van juni 1987 op deze sloop. Hij zei, Mr. Gorbachev, tear down this wall. En de wall werd gesloopt. En in dit kader roepen wij op, Mr. René de Heer, open the gates. Weg die slagbomen en automaten. En het zou natuurlijk voor onze carrière van onschatbare waarde zijn als wij hierna kunnen zeggen en de automaten verdwenen. De omzet ging omhoog en ze leeft nog langer gelukkig. Uw gemeenteraad is gebouwd op het democratisch principe. Nota bene geïnitieerd door Zwollenaar Johan Rudolf Thorbecke. Dan leggen wij dit principe voor de beide heren Anker en Van Assel één keer uit. De meerderheid van het volk kiest. Het klopt, door een coalitie hebben zij ook u min of meer gekozen. Maar de meerderheid van de ondernemers en inwoners van deze stad willen nu de koopzondag. Kom op heren, het is een kwestie van tijd dat dit gaat gebeuren. Panem et circensis, oftewel brood en spelen, geef het volk hun vermaak en zij zijn blij. Alaaf. En dan de kunsten, de wethouder van cultuur. Waar moeten wij beginnen en waar eindigen wij? Asbest, festivals, geluidsnormen, subsidies, kunstwerken waar mensen over struikelen. Er is te weinig tijd vandaag. Hoofdpijndossiers worden ze in de wandelgangen genoemd. Wij steunen u met een doosje ibuprofen. Wij kunnen u slechts wijsheid wensen en onthoud waar een wil is een weg. Maar de leukste van allemaal is Nelleke Vedelaar. Kom je haar tegen op de gang van het stadhuis, dan buigt zij. Soms roept ze ook nog van verre, oehoe, hoe gaat het? Zij zingt, zij rockt, zij rolt. Op zijn tijd een blues, dan weer een ballade. Dan weer, zomaar een dag,
Zomaar een dag waarin ik alles zelf mag. Nooit doen mensen te vergeefs een beroep waar. Wij volstaan dan ook met een prinselijke knuffel. Tot slot, burgemeester. U vreest de scherpe tong van deze prins. U kunt er zelf ook wat van. U verzocht in een interview u en het college te sparen. Wij hebben het best wel kritiek, maar weten ook dat de beste sturen aan wal staan. Soms is het moeilijker dan kritiek te geven een compliment te maken. Maar u mag best weten dat wij onnoemelijk trots zijn op u. Binnen 24 uur hebt u een overleg met de wethouders en het COA besloten honderden vluchtelingen een tijdelijk onderdak te geven. Daadkracht, lef en doortastendheid. Er zijn hoegenaamd geen incidenten geweest. Allah. Daarna leidde u een gesprek over een min of meer definitieve oplossing met meer dan 1000 man. Door iedereen persoonlijk de hand te schudden. Daarmee dwong u persoonlijk contact en respect af. Daar waar vele dit soort bijeenkomsten uit de hand gelopen zijn in Nederland, is in Zwolle stijl en respect getoond. Chapeau. U ziet, ach, deze scherpe tong scheldt zo waar een aardige prins. Sas en Donkers, wij beginnen aan onze zware taak en zeggen u net als Winston Churchill aan het begin van zware tijden: I have nothing to offer you but blood, toil, tears and sweat. Oftewel, ik heb u niets te bieden behalve mijn bloed, zwoegen, tranen en zweet. Sas en Donk, we gaan ervoor.